Terwijl iedereen rustig een plekje zoekt. Welkom bij deze expertsessie. We gaan het vandaag met elkaar hebben over educatieve games en apps. En hoe we die zo goed mogelijk kunnen inzetten voor mediawijsheid. Zodat we echt impact kunnen maken daarmee. Mijn naam is Lotte Vergouwen. En toen Babette van het programma Team Mediawijsheid mij vroeg of ik deze sessie wilde modereren, was ik meteen enthousiast. Ik heb eigenlijk als ik zo terugkijk naar mijn loopbaan, wat ik allemaal heb gedaan, zitten die games en educatieve apps en hoe je die kunt inzetten. Ja, dus niet voor educatieve doel of voor entertainment doeleinden, maar echt voor educatie. Zit helemaal verweven door mijn loopbaan. En ik ben nog even wat verder terug in de tijd gegaan en ik vond online zo waar mijn master thesis uit het jaar 2006 terug, genaamd Playful Learning Teaching Games. En die ging helemaal over hoe kunnen we games en, dat heette toen, noemde ik dat playful tools, want er waren nog helemaal geen mobiele apps zoals we die nu kennen. Hoe kunnen we die inzetten voor media-educatie, media-wijsheid? Dat is al een hele tijd geleden, dus u vraagt zich wellicht af, waarom gaan we het nu hebben over serious games en apps voor media-wijsheid? Als je kijkt, ieder jaar, Gardner die publiceren ieder jaar een zogenaamde hype cycle, waarin ze laten zien hoe opkomende mediatechnologieën of andere technologieën, hoe die door een soort hype heen bewegen. En in deze expertsessies hebben we het ook vaak over opkomende mediatechnologieën. De laatste sessie ging volgens mij over artificial intelligence. En als je voor dit jaar de hype cycle die werd gepubliceerd, zie je dat generatieve AI, bijvoorbeeld DALL-E en ChatGPT, dat die echt op de top nu zo'n beetje van de hype zitten. Als we kijken naar de hype cycle van 2014, dan zie je dat gamification, dat is ook een vaak misbruikt woord, misbruikte term, maar kort gezegd is ook het inzetten van games en gameprincipes niet voor entertainmentdoeleinden, dat eigenlijk al ging richting de trough of disillusionment ging. Dus die ging al helemaal naar beneden, de hype was al voorbij en we zijn nu bijna 10 jaar verder. Door de jaren heen zijn games soms ook gezien als een holy grail voor, het ging alles anders ermee doen, het gaat van alles oplossen. We gaan het echt op een andere manier doen. En ze zijn ook verguisd door de jaren heen, met name de effecten voor kinderen en jongeren, gevaar voor verslaving. Er is veel voor gewaarschuwd en over geschreven. En ik denk eigenlijk, als je kijkt naar die hype cycle, dat we nu weer ook uit dat diepe dal zijn en wat meer in een soort plateaufase zijn beland. Dus waar we vaak al kijken naar opkomende technologieën, is het ook interessant om eens te kijken met elkaar. Ja, hoe staat het er nu voor? Met games en apps bijvoorbeeld, waar we al wat verder zitten in die plateaufase. Dus ik denk dat iedereen, dat we met elkaar de kansen zien, dat het kansrijk kan zijn om deze in te zetten, maar dat ze ook niet alles gaan oplossen. Waarom specifiek nu over dit onderwerp? Er waren ook nog een aantal concrete aanleidingen waarom we vandaag hiermee aan de slag willen gaan met elkaar. Ja, eerste. Leuk nieuws wellicht, sommigen weten het al. Netwerk Mediawijsheid sponsort dit jaar voor het eerste Cinekit Game and App Award. En voor degene die het leuk vinden, we hebben vrijkaarten voor de uitreiking van deze award. Dus voor iedereen die hier vandaag aanwezig is en zegt dat lijkt me leuk om daarbij te zijn, dat kan. Er liggen daar op de tafel bij Simone, liggen inschrijflijsten. Dus doe dat vooral als dat je leuk lijkt om erbij te zijn. Dan komt het nieuwe curriculum voor digitale geletterdheid komt eraan op enig moment. Volgens mij weet niemand nog precies wanneer dat echt komt. Maar ook een mooie aanleiding om met elkaar te kijken. Wat voor rol kunnen games en apps voor mediawijsheid, voor digitale geletterdheid, welke rol kunnen die daarin spelen? Dan is er recent onderzoek gedaan door de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit naar mediawijsheid games en de resultaten daarvan die zullen vandaag gepresenteerd worden. En tot slot was er ook een concrete vraag vanuit het netwerk of we hier een keer een sessie over konden organiseren. En dat is wat mij betreft ook het belangrijkste, omdat ik denk als je als netwerk ben je er vooral om van en met elkaar te leren. Dus dat was een mooie laatste aanleiding om hier vandaag met elkaar te zijn.
Het is een mooi programma, samengesteld. En het heet niet voor niks een expert-sessie. We zijn hier allemaal bij elkaar met mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met mediawijsheid, werken in het onderwijs, onderzoek doen, ontwikkelaar zijn van mediawijsheid. Games of apps? En wat maakt games en apps als interactieve media nou zo bijzonder en misschien juist wel zo geschikt voor mediawijsheid en digitale geletterdheid? Ja, waar moeten we rekening mee houden als je ze inzet voor educatiedoeleinden? En hoe doe je dit effectief en verantwoord? En waar zouden ze misschien ook helemaal niet voor in moeten zetten of zijn ze niet voor geschikt? Daarover gaan we met elkaar in gesprek vandaag. En ik denk dat we er allemaal baat bij hebben als hetgeen wat ontwikkeld wordt, dat het niet allemaal versnipperd is en ieder zijn eigen ding doet, maar dat we vooral van elkaar leren, kennis en ervaring delen en dat we er allemaal baat bij hebben om onze krachten te bundelen, zodat we echt die mediawijsheid, die we allemaal nastreven, dat we die effectief kunnen bereiken. We gaan zo beginnen met de keynotes. Daarna is er tijd voor vraag en discussie. Dat is na de 3 keynotes. Dan is er een korte pauze en in de middag gaan we verder in gesprek met elkaar. Er is een hoop te bespreken en beperkte tijd. Ik zie Rea al op haar klok kijken. Dus we kunnen nooit volledig zijn vandaag. Dus zie het vooral ook als een eerste aanleiding en inspiratie om hier weer mee aan de slag te gaan met elkaar. We gaan gauw starten met de eerste spreker van vandaag. Dat is Rea Floor. En zij kan het perspectief van de leraar goed vertegenwoordigen vandaag. Rea is onderwijsadviseur op het gebied van technologie in het onderwijs en houdt zich al jaren bezig met digitale geletterdheid. Ze zal met ons haar kennis en visie delen vanuit haar jarenlange ervaring op scholen. Rea Floor. Goedemiddag, dankjewel. Ik wil graag iets vertellen over het idee wat ik heb dat de digitale geletterdheid van iedereen is en dat het helpt met een integrale aanpak. Zoals al gezegd, mijn naam is Rea Floor. Het verhaal wat ik met jullie deel komt voort uit mijn eigen ervaring als docent aardrijkskunde. Dat deed ik op een kleine VMBO-school in Eindhoven. Leerlingen met een expliciete ondersteuningsvraag. Die waren vaker naar buiten aan het kijken dan dat ze in de les aan het opletten waren. Dus ik ben daar heel erg naar aan het zoeken geweest. Hun online wereld trok meer dan het fantastische ontstaan van Nederlandse landschap. Ik snap het niet. Maar goed, ik heb samen met collega's daar het vak mediawijsheid opgezet. Digitale vaardigheden later. En die ervaring die heb ik meegenomen ook binnen de school, kennis gedeeld naar andere vakcollega's. En vervolgens ook als zelfstandig trainer buiten de school heb ik individuele docenten geholpen met, hoe kan technologie jou helpen in je werk? Of hoe kan je het jou helpen om docenten, leerlingen tot leren te brengen? We zijn hier allemaal experts. Ik schrijf het maar makkelijk op een dia, want tegenwoordig ben je vrij makkelijk een expert op het gebied van digitale geletterdheid. De ontwikkelingen gaan zo snel dat als je er niet iedere dag mee bezig bent, je eigenlijk alweer een soort van achterloopt. Dus ik heb hem er maar op staan. Ik ben ook vooral heel nieuwsgierig en een kritische vragensteller. En de kritische vragen die komen ook naar voren in deze sessie. Ik heb deze sessie verteld vanuit mijn perspectief van wat ik op scholen meemaak. En ik hoop aan jullie in ieder geval iets mee te geven wat je in de ontwikkeling van iets wat je voor het onderwijs doet of voor het netwerk helpend is. Uitspraak die bij mij past is move before you're ready. Dat is zeker bij dit onderwerp wel een interessante. Want als we gaan zitten wachten tot ooit iets klaar is, dan waren we nog steeds aan het wachten. Ik begin met mijn aanbeveling. Je kunt hem hier lezen en in deze sessie sta ik even stil zometeen bij wie nou die betrokkenen zijn en op welke manier je vorm kunt geven aan zo'n kwetsbaar gesprek en hoe je tot een realistisch tijdpad kunt komen. Herhaaldelijk zal voorbij komen een dia om te onthouden. Ik neem aan dat de presentatie gedeeld wordt, dus ik hoef niet mee te schrijven, maar dat zijn even vragen die bij mij opkomen die ik in scholen wel stel. Allereerst is het uitgangspunt in het onderwijs natuurlijk de leerling. Mijn ervaring richt zich vooral op het voortgezet onderwijs. En die leerling die komt dus al vanuit de basisschool binnen met een rugzak aan ervaring. Wat wij als mentoren of leerkrachten, docenten op het voortgezet onderwijs meekrijgen, is verworden tot cijfers
didactische leerequivalenten, maar er staat eigenlijk niks over hoe een leerling omgaat met zijn mobiele telefoon. En dat is een heel groot deel van zijn leven. En dat is best een beetje jammer, want daar hebben we weinig zicht op. Het enige wat we weten is dat hij er veel gebruik van maakt, die leerling. En wij verwachten dat in het voortgezet onderwijs ook. Die leerling krijgt van ons een device aangereikt of wordt geadviseerd om een device aan te schaffen om hem vervolgens te helpen richting het vervolgonderwijs. Want dat is wat het VO-onderwijs doet. Hè. Wij krijgen leerlingen vanuit het basisonderwijs en we leveren ze af naar een vervolgonderwijs. Er is bij ons geen ouder die aan de poort komt rammelen. Hé, waarom doen jullie niet dit? En er is ook nog geen beroepsgroep die aan onze poort komt rammelen. Waarom leveren jullie leerlingen niet zo af? Dus we zullen het moeten doen met dat wat we hebben. En dat zijn deze zaken. De allereerste om te onthouden is dan dus ook, wat moeten we dan onze leerlingen meegeven als ze bij ons binnenkomen? En wat hebben ze nodig om die overstap te maken naar het mbo, hbo of het wo? En op welke manier gaan wij dat in het onderwijs dan controleren? Wat kan daarbij helpen? En bovenal, hoe gaan we die vaardigheden dan vergroten? Nou, wie kan er nou antwoord geven op die vragen? In het onderwijs is dat natuurlijk de docent. Want die is ontzettend stevig vakdocent, goed in zijn vakgebied. Neemt een berg aan informatie en kennis met zich mee over zijn eigen vakgebied. Hè. Je kunt aan iedere docent vragen, vertel eens waarom je economie, of vertel eens waarom je biologie of scheikunde. Wat is de meerwaarde van jouw vak? Ze hebben er allemaal meteen een verhaal bij. En dat is mooi. Het is alleen een beetje jammer dat in geen enkel vakverhaal, economie, biologie, scheikunde, zit al een stukje digitale geletterdheid. Dus we zullen dat met hen samen moeten doen. Daar hebben ze tijd voor nodig. Gedurende de week. De dagen zitten vrij vol. En ook het jaarrooster zit behoorlijk vol. Want het curriculum economie is goed uitgestippeld. En die mensen die zijn al een beetje aan het... We moeten al zoveel tijd inleveren. En in de onderbouw is het al ineens mensen en maatschappij geworden. En zo komen we toch niet. Nou goed, allerlei kritische vragen die vakdocenten zich stellen. En daarbij is de conclusie... Er is eigenlijk geen tijd. Niet voor docenten om er gezamenlijk aan te werken. En ook niet in het vakprogramma. Dus waar moet het naartoe? Docenten hebben tijd nodig. Dat kunnen wij ze helaas niet geven. Maar het is wel iets om mee te nemen. En ze hebben ook zicht nodig op waar zit ruimte in dat lesprogramma. Blijven wij dat boek volgen wat van A tot Z helemaal dichtgetimmerd heeft. Wat je moet doen voor je vak. Waar nergens ruimte zit voor digitale geletterdheid. Of gaan we daar een beetje in snoepen? Die vakkennis die is er echt wel, maar niet op het gebied van digitale geletterdheid. Daar ontbreekt het nog aan, laat ik het vooral wat nuanceren. En als we het dan over digitale geletterdheid hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, net noemde Lotte het al. Het is, Het is nog een onduidelijk waar het naartoe gaat. Toch is in 2005 al voor het eerst mediawijsheid genoemd door de Raad van Cultuur. 2013, KNAW heeft opdracht gegeven. Wat zijn dat nou, die 21ste eeuwse vaardigheden? Voordat het allemaal vaststaat op papier, ga ik uit van de vier domeinen die Kennisnet en SLO hebben geformuleerd. Digitale informatievaardigheden, computational thinking, praktische ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Daarnaast, ik was afgelopen donderdag bij een sessie van het SLO, heeft het SLO nog 6 andere aandachtsgebieden aangegeven. Die 6 punten die hier komen, die komen vanuit de Digicomp Edu. Die 6 zijn er ook bij. Daar is overigens ook gesproken over wanneer gaat het dan klaar zijn. Nou, ze zijn er nu op dit moment druk mee bezig. Afgelopen week zijn ze weer 2 weken bij elkaar gekomen, 2 dagen bij elkaar gekomen, de curriculumcommissie. De verwachting is dat er eind van 2023... in ieder geval een raamwerk en een karakteristiek ligt. En dan in 2024 een pilot waar we mee aan de slag kunnen. Maar zover is het nog niet. Ik hou me vooral even vast aan de Ellen Helsper, die digitale geletterdheid heeft verwoord in een mooie definitie. De kans en de vaardigheid om digitale media te gebruiken. Dat is niet alleen maar ik kan het, maar ik heb er ook de mogelijkheid toe. Dus ik heb internet, ik heb een device, ik kan met een VR-bril dingen gaan opzoeken of ervaren. Of te beslissen om ze niet te gebruiken. Ik ben vaardig genoeg om te bepalen wanneer iets voor mij een voordeel is of wanneer het een nadeel is. Ik kan mijn telefoon aan de kant leggen als ik gek word van al die positieve verhalen op Instagram of als ik er niet blij van word. En vooral die laatste toevoeging nu en in de toekomst.
dit leergebied is niet nu af, dit blijft in ontwikkeling. Dus het is belangrijk dat we onze leerlingen opleiden tot leerlingen die zich dat blijven afvragen en die daar nieuwsgierig naar blijven. Nou, daar hebben we iets in te onthouden, hè? Want dat leergebied heeft dus nog geen kerndoelen. En er zijn wel heel veel verschillende initiatieven. Jullie zitten hier allemaal met mooie initiatieven die allemaal een plek zouden kunnen krijgen in het onderwijs, aansluitend bij dit thema. Maar goed, wie is er dan in de school daarvan op de hoogte? Iedere school heeft een pionier, een voorloper. En ik heb hem expres helemaal rechts aan de dia geplaatst, zodat jullie zien dat hij ook echt wel voorloopt. Die heeft vaak wel tijd gekregen om naar bijeenkomsten te gaan. Die heeft ook vaak ruimte in zijn jaarplanning om naar de IPON of de NOT of zelfs de BED of naar netwerk mediawijsheid bijeenkomsten te gaan. Waar die verbinding kan maken met mensen buiten de school en hopelijk ook uiteindelijk die verbinding kan maken in de school. Want in de school moet het gebeuren, in dat klaslokaal bij economie moet iets gaan gebeuren. Maar ondertussen heeft die voorloper vanuit zijn historie misschien wel heel veel taken op zijn lijstje gekregen. Leerlingen komen bij hem omdat hij wachtwoorden kan vervangen. Docenten komen erbij, want het digibord doet het niet. En de schoolleiding denkt, nou weet je wat, jij zit er toch al in? Kun jij niet even de AVG regelen? Dus een voorloper krijgt nogal wat in zijn schoenen geschoven. En de vraag is die wel vaardig genoeg om een voorlopersrol te nemen? Want dit hele thema, digitale geletterdheid, is best wel een beetje een spannend thema voor heel veel mensen. Want digitalisering heeft natuurlijk teleurgesteld. Hè? Dit zagen we net in die truck of disillusion. Ja, precies, die hype cycle. Daar gebeurt natuurlijk ieder jaar van alles over. En is het niet meer dan een boek achter glas? Is ook wel een beetje wat veel docenten zeggen. Die big tech, dat is de grote boeman natuurlijk. Ja, voor veel mensen kunnen zich daar wel achter scharen. Van, nou, dan hoeven we in ieder geval er niks mee. Het is ook alleen maar afleiding natuurlijk wat er in die klas gebeurt. Dus we zijn voor het mobieltjesverbod. Nou, dit soort gesprekken moet zo'n voorloper eigenlijk allemaal kunnen voeren. En dan ook nog over die AVG. En dan vinden ze ook nog van, je moet ook nog iets over digitale didactiek weten. Want je moet wel weten hoe jij je onderwijs goed vormgeeft. Hè, vanuit je vakgebied en met de technologische kennis. En dat je een goede keuze maakt, uitgaande van de context. Het TPEC-model. Of van het SAMR-model, dat je weet waar het een meerwaarde heeft. Of waar je het kunt vervangen. Dat het echt iets toevoegt. Nou, dat is mooi, maar hoe borgen we en delen we dat nou? Hoe voorkomen we dat die ene voorloper van die dia afloopt en dat al zijn kennis meegaat? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat blijft? En maken we misschien ook wel gebruik van alles wat er is? Wat school A verzint of wat jullie verzinnen is voor iedere school misschien wel toepasbaar. Maar weten we dat eigenlijk wel? En kunnen we dat dan ook goed met elkaar delen? En hebben wij in het onderwijs ook wel een beeld bij wanneer we het goed vinden? En als het dan over wij gaat, hoe werken we dan eigenlijk met elkaar samen? En hier zit misschien wel iets wat jullie ook herkennen, wat niet alleen in het onderwijs een issue is, maar ook in jullie eigen werk. Want er is nogal een informatie-overload. Er komt nogal veel bij je binnen. En hoe communiceren we eigenlijk? Hè? Hoe weten we nou eigenlijk, hoe werken we nou met elkaar samen? En wat hebben we afgesproken? Doen we dat in Teams of doen we dat nog in WhatsApp? En wanneer gebruiken we nou eigenlijk wat? En zou het misschien ook anders kunnen? En is daar dan tijd voor? En hier zit wat mij betreft de kern van het hele verhaal. Want praten over digitale technologie, digitale geletterdheid, digitalisering vraagt om een kwetsbaar gesprek. Vraagt om toe te geven, jezelf als professional, om iets niet te weten. En in het onderwijs wil iedereen het graag wel weten, want ik ben docent, dus ik moet het weten, want ik kan niet ten overstaan van mijn klasleerlingen die verwachtingsvol naar mij kijken, kan ik niet door het ijs zakken, dus ik moet het weten. En ik durf eigenlijk ook niet om hulp te vragen. En dat is niet alleen bij de docent in de klas zo, maar ook in hoger in de organisatie en op alle niveaus. Het verhaal van een universitair docent die tijdens de coronaperiode niet buiten zijn kantoor kwam, omdat dat de enige plek was waar Teams werkte. Ja, dat zijn dingen en die mag helemaal niet vragen hoe dat anders kan. Dus dit vraagt echt een kwetsbaar gesprek om open en met elkaar het te hebben over waar. Maar het is wel moeilijk.
wij hebben het niet geleerd. We hebben als volwassenen hebben wij een voorsprong dat onze hersenen zo gemaakt zijn dat we keuzes kunnen maken. Maar we hebben niet geleerd, de achterstand die we hebben ten aanzien van leerlingen, is dat zij veel makkelijker dingen oppakken. En wij als volwassenen misschien wel minder. En dat is misschien goed om toe te geven. Als je dat kunt toegeven, is er namelijk taal om met elkaar het gesprek te gaan voeren. En als je die gezamenlijke taal hebt, kun je ook met elkaar afspreken. Oké, dit is waar we nu staan. Zo komen onze leerlingen binnen. Zo zijn onze collega's vaardig genoeg om dit wel of niet te doen. Deze stappen gaan we zetten. Daar willen we naartoe. En dat is eigenlijk wat ik hoop dat gaat gebeuren. Vandaar mijn aanbeveling. Zorg dat je met alle betrokkenen, dus ook die bevlogen economiedocent of scheikundedocent, aan tafel zit om dat kwetsbare gesprek te kunnen voeren. En zodat je gezamenlijk tot een doelstelling komt. Gezondheid. En voor jou, speciaal voor jullie, als misschien wel niet onderwijzers, wees ook bewust dat de realiteit van het onderwijs dus zo is. Dus als jij je contactgegevens hebt met een voorloper, weet dat die voorloper in een organisatie zit waar dit soort dingen allemaal gebeuren. Dit wou ik aan je meegeven. Dankjewel, Rea. Er is aan het einde van de 3 keynotes is er ruimte voor vragen. Dus als je vragen hebt of opmerkingen voor Rea, schrijf het even op. Er liggen posters op tafel en dan behandelen we die zo meteen. We gaan verder met de volgende sprekers. En dat zijn onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En zij presenteren de resultaten van hun KIEM-onderzoeksproject naar mediawijsheid Games. Ze zullen deels in het Engels presenteren, maar straks kunnen we in het Nederlands vragen stellen. Ik wil erbij zeggen hoe ze heten. René Glas, Teresa de la Hera en Julia Knier. My name is Teresa de la Hera. I'm here with a group of researchers from Erasmus Universiteit Rotterdam and Utrecht University. And we are going to present today the results of our project. We are really happy because this project was funded within the innovation program King Gochi. And the purpose of this type of projects is actually to collaborate with academic partners in order to conduct research that is useful for society. So having the possibility to share the results with experts from society today is actually the purpose of this type of project. The project was divided into 3 main blocks, and we will actually structure in the presentation this way. The first thing that we did was to analyze games. We analyzed 100 games and we are presenting, René will be presenting the results of that part of the study today. Second part was a literature review. We tried to find as many publications as possible on this topic, and we will be presenting you the academic insights on this topic. And finally, we conducted our own study on the effectiveness of one game, and we will provide also more insights on this. So I give the floor to René. Ik ga dus het eerste en deelonderzoek presenteren, wat inderdaad gaat over de analyse van games, an analysis of media literacy games. En zoals je je zou kunnen voorstellen, is de eerste stap die je dan moet nemen is, wat is daar dan in vredesnaam de definitie van? Want je kan heel veel potentieel onder die noemer laten vallen. Dus een van de eerste zaken die we hebben gedaan is een soort van working definition creëren voor het concept media literacy game. En het staat hier in het Engels, maar ik vertaal het even. Dat zijn dus games die zichzelf expliciet presenteren als zijnde een serious game, hè, dus een game met een doel wat niet alleen maar primair entertainment is. En dat doel is dus media literacy. In zijn, daar kom ik zo meteen op. Hè, dus dat is ofwel in de game zelf, dat in de game genoemd wordt, in de titel van de game wordt genoemd, of op de website of op het platform waardoor de game wordt aangeboden. Soms wordt het niet genoemd in het spel zelf, maar zit er in de uitleg, als je het downloadt in de App Store bijvoorbeeld, zit er een uitleg bij. Of serious games waarin het design zelf of de thematiek van het spel zo nauw aansluit bij ofwel de hoofdthema's zoals bijvoorbeeld informatie of fake news of iets dergelijks, of skills of competencies die heel erg vaak worden geassocieerd met media literacy.
We focussen ons dus niet op gamification hier, maar op games. Dat is ook gewoon een bewuste keuze, omdat als je gamification ook meeneemt, hè, dus niet game contexten waarin game elementen zijn toegevoegd, dan is het aantal objecten waar je naar kan kijken eindeloos. En we hebben ook ons gefocust op digitale games, ook al hebben sommige misschien wel een niet-digitaal component. En wat betreft die competenties, omdat dit dus een project is waarin het netwerk Mediawijsheid een partner was, hebben we ervoor gekozen om het competentiemodel en dan met name de binnenste cirkel van het competentiemodel te gebruiken om naar te kijken naar die competenties. Dus reflect, operate, explore, find, create, connect, discuss en understand media. Waar begin je dan? Want dan moet je vervolgens gaan zoeken naar deze games. We moeten selectiecriteria hebben, dus het moest dus in ieder geval een titel zijn die volgens die working definition media literacy game was. Een game in het Engels of in het Nederlands gepubliceerd, want we richten ons in principe op het nut voor de Nederlandse markt of in ieder geval voor het netwerk Mediawijsheid. Of er zat überhaupt geen taal in, dus no written or oral language, dat was natuurlijk ook prima. Het zou moeten in ieder geval te definiëren moeten zijn als een game, zoals gezegd, niet als gamification. En in ieder geval digitaal zijn. Dus heel veel dingen vielen hier dus al af. Bijvoorbeeld games die je wel zou kunnen zien vanuit het perspectief van 21st century skills, als een game die bijvoorbeeld kinderen of ouderen leert om te coderen, technische skills. We richten ons vooral op games die dus iets doen met media literacy, oftewel mediawijsheid. Nou, we kwamen zo op 100 titels uit. Vervolgens hebben we gekeken, kan je die daadwerkelijk, als je ze gaat bekijken en je probeert een thematische analyse te maken van deze games, om te kijken welke competenties en dergelijke en welke topics erin zitten. Welke zijn daadwerkelijk speelbaar? Heel veel daarvan worden bijvoorbeeld wel genoemd online, maar zijn bijvoorbeeld niet meer speelbaar. Of je moet er een abonnement op nemen of zo. Dus ook gewoon vanwege pragmatische redenen zijn er toen al wel titels afgevallen en kwamen op 56 titels uit, waarvan we er 12 nog meer in-depth hebben bekeken. Nou, dit is een soort van het resultaat ervan met alle games hier. Aan de linkerkant de media literacy topics zoals misinformation, digital well-being, die hebben we een beetje geclusterd in de middelste kolom. En aan de rechterkant hierboven, even kijken, werkt dit? Ja, denk het wel, hierboven daar zo waar het lampje is, zijn de media literacy competencies. En als er een vinkje staat, herkennen wij als we ze gingen spelen die competentie als iets wat het spel in ieder geval aanspreekt. Waar we niet naar hebben gekeken, in ieder geval niet in deze fase, is of het spel dat wel of niet goed deed of interessant deed, maar in ieder geval dat het de wens had om dat te doen. Nou, wat kwam hier dan uit? 3 main findings. Misinformation, deze hele balk hier, is by far het grootste genre van de topics die worden aangesproken in dit soort games. Dat betekent ook dat een heleboel andere onderwerpen die misschien wel een belangrijke rol spelen binnen het media literacy debat minder vaak voorkwamen in de games die we aantroffen. Misschien nog wel interessanter is dat de twee competencies, understanding media en reflect on media, eigenlijk met afstand by far de most common competencies waren die werden aangesproken in deze games. Je ziet dat bijna alle games hier aan de rechterkant dat in zich hadden. En terwijl andere competenties soms helemaal niet of maar 1 keer of 2 keer voorkwamen in deze games. Met name de competenties discuss en connect, de meer sociale componenten van mediawijsheid, zaten niet in deze games. Daar moet ik een kanttekening bij plaatsen, is dat bij diverse van deze games wel degelijk er lesmateriaal bij zat voor docenten, die dan vervolgens daarmee aan de slag konden gaan na het spelen van het spel. Dus dan zat het leren, de competenties die werden getraind, connect, discuss, zaten wel buiten het spel, maar niet in het spel. Het enige wat we wel kunnen zeggen is dat als dat niet het geval was, als er dus geen lesmateriaal bij zat voor de docenten, en de docenten dus ook niet vaardig zijn of interesse hebben om daarmee aan de slag te gaan, zelf in de klas met nagesprekken en dergelijke, zat het in ieder geval niet in de spellen. Dus de spellen deden daar dus niet of weinig mee. En een common focus, hè, dus heel veel van die media literacy games richten zich op 1 onderwerp, bijvoorbeeld fake news, en richten zich ook vervolgens op 1 competentie, in plaats van bijvoorbeeld de hele zeg maar, breedte van media literacy en alle competenties die daarbij komen. Dus het zijn een soort van single purpose, single topic games. Nou, we bespreken uitgebreid wat de factoren daarvoor zouden kunnen zijn en wat onze interpretaties daarvan zijn. Dit is gepubliceerd, dus ik kan het iedereen geven als je benadert ons, dan geven we het jullie. Maar voor de discussie hebben we een paar punten hier opgeschreven.
zou het mooi zijn, hè, ook voor het netwerk, voor het onderwijs, voor de Nederlandse markt, als er meer variëteit in onderwerpen in deze literary games voorbij zouden komen. Of meer games zouden komen die dus naar media literacy in de breedste zin kijken, waarin alle competenties worden aangesproken. En dan is natuurlijk ook de vraag, zijn games of digital games daar dus dan het meest geschikt voor, hè, om die hele range aan competenties aan te spreken? Of gaat het inderdaad om een combinatie tussen bijvoorbeeld het spelen van een spel en nagesprekken achteraf, of het spelen van een digitale spel in combinatie met andere vormen van educatie? Overigens zijn een groot deel van deze spellen niet per se ontwikkeld voor de educatieve markt, moet ik nog even bijzeggen. Het zit ook voor games voor volwassenen bij. En natuurlijk de belangrijkste vraag, en dat leidt ons meteen tot het tweede deelproject. Welke design strategies in games werken daadwerkelijk om specifieke competenties te trainen? En daar hebben we dus niet naar gekeken, maar in het tweede project, waar we naar de literatuur hebben gekeken, was dat wel het specifieke aandachtspunt. En ik geef daarmee dus de presentatie door. So I will present now the results of the literature review. What we did was to try to find as many publications, academic publications as possible on the topic of digital literacy games. With this, I really mean it, because we started with almost 1,700 publications, but obviously we did not read all of them in detail. But after going through all of them, we selected 31 that were really on the topic that we wanted to explore. With the inclusion criteria, we really focus on either qualitative or quantitative studies that went on, well, the experiences of players or the effects that these games had on these players. And well, we had a group of researchers that allow us to go through 4 different languages in publications. And we included academic papers, but also book chapters and conference papers. So a little bit of an overview of the results that we found, or the type of publications that we found. As you can see, most of the papers that we found were concentrated on 2 main topics. So the first one would be cybersecurity, which a little bit links to the topic of privacy that was mentioned by René. So, and the second one is information literacy. So anything that has to do with fake news, information literacy, and things like that. Other topics were not that present in the publication. So this means that it's not only the games that are being developed on these topics, but also academic research is focused on these specific areas, which means that for any academics in the room, it's really necessary to explore other aspects too. In relation to the target groups that were studied within these studies, you can also see that most of the papers concentrated on adults and mostly on young adults. So there is no much academic insights on minors. That's a pity. Also, if you see about the topics that have been explored in relation to each of the target groups, you will see that about minors, the papers were about cybersecurity. So we don't have many insights in this group on other topics. So it's really important that we also continue knowing more about this. This does not mean that the results that we are presenting today are not useful for any professionals looking into insights for this group, and you will see this in the results that we present later. So what I'm going to present now is a compilation of the conclusions that are present in all the studies, and what I want you to think is from your personal professional perspective. So for example, from game designers, these conclusions are useful to think about, well, I could take this and this and this into consideration when designing a game about this. And for example, professionals in the educational field, is about, well, if I have to pick a game to be used in the class, it's better that this game has the following requirements, is going to work better for the class. Or if I'm collaborating in a project in which we are talking about this,
I can remember these insights and maybe we'll take some of them in the discussion. So the first thing is that some of these studies show that games are really useful in using visualizations in order to facilitate the understanding of abstract topics. So we know that anything that has to do with, for example, cybersecurity or other aspects of digital literacy, sometimes there are really abstract, complex topics that are difficult to explain, especially for children. And some of these games show that, well, actually, by visualizing these abstract concepts is a nice way to favor assimilation of knowledge. The knowledge could be assimilated easily if we are using these visualizations. And one example is one game that is called Cookie Mania. And in this game that was exploring one of the studies, they found that it was easier for players to understand the concept of what a cookie is and how it works because they use a visual representation of the concept. The second one is realism. Some studies also found that those games that included more realistic representations or realistic simulations facilitated more the identification of the player with the character in the game. And this was positive for not only assimilation of knowledge, but also to favor critical thinking about what is going on in the game. And well, if I'm involved in a situation like this, what could be the consequences for me, because it's realistic. So third one is scalability. One of the things that happens with anything that has to do with digital literacy is that it has to do with technological developments. So this could mean that a game on digital literacy topics could be outdated pretty quickly. So some of the studies also suggest that games that work better, for example, in educational settings are the ones that can adapt to technological developments. So professionals could be more eager to use these games because they know they can include extra changes in the future. There is another factor that is the inclusion of ethical decision making. So when the player encounters a situation in the game that means that he or she has to take a decision, but this decision also involves an ethical consideration, the consequence will be that this player will be more invested in the narrative of the game, so paying more attention to the narrative of the game and anything that has to do with it. So if we combine this with another aspect, which is the inclusion of scenario injects, we will see that it could be really interesting to also to foster critical thinking. Which are scenario injects? So scenario injects are these elements in the game, such as, for example, inclusion of time pressure or inclusion of resource allocation or something that is limited in the game, right? This will trigger critical thinking. The player really needs to think, well, I have this limited amount of resources, how I allocate these resources or what I do with them. So when we use this scenario injects, well, it will actually help the player to think carefully about these decisions, which means that if we combine it with ethical decision making, it will be really interesting for critical thinking. Next one is diverse play or personalization. So some of these studies also show that the effectiveness of these type of games is really mediated by the previous knowledge that the player has on the topic. So the effect of the game is going to be different depending on how much I know about the topic that is being covered in the game. Which also means that these games that allow diverse types of plays or personalization, but personalization adapted to previous knowledge, are going to work better for audiences with different knowledge in advance. Next one is agency. So
the capacity of the player of not only selecting things while playing, but also having the possibility to create things while playing, or at least to have the possibility to really see consequences in the game of the decisions that they made. It's like, well, we know that there are some games that no matter what you do, there is going to be always the same ending, but more like, well, really, a decision that I take is going to change something and then I'm going to feel it. This will be really positive to what has to do with the transferability of knowledge. So not only I understand what is going on or what is being explained in the game, but also if I have to take decisions about the topic in my daily life, I am able to transfer the knowledge that I gain. So this is also linked to another aspect that is important, that is the game not only, well, gives the possibility of the player to play and understand specific concepts within the game, but also facilitates the briefing after the session and debate after the session. So especially in educational settings, not only playing the game with like children, but also having the possibility to then have a discussion with them and make them think about what happened in the game is really important to foster critical thinking. And if they know in advance that that type of conversation is going to happen, they are going to pay more attention while playing. And the social aspect of debriefing also has an important role in the effectiveness of the game. Also, testing knowledge is really important in transferability of knowledge. So again, it's not only important that they understand the concepts that are presented in the game, but if we want to make sure that they feel okay with using that knowledge in their daily lives, they should have the possibility to test the knowledge in the game and see which are the consequences of specific decisions. That will be positive to self-reliability. And when there is self-reliability fostered within the game, we will increase the transferability of knowledge. Then also about feedback. Commonly, we have heard often that feedback is really important in this type of game. So when the player is playing, that they receive feedback about how great they did or how no. It seems from some of these studies that feedback is not that important, that other aspects discussed before are more important than feedback itself. But if we are going to include feedback, this feedback should be quick, immediately after something happens, and then poignant. So this is the type of feedback that works the best. So that was about the literature review, and then I give the floor to Julia about the experimental study. How you feel like playing a game, how you experience the game for yourself. Oh, I hear myself. Thank you. Okay, how did we do this? So you see, actually, it was a master thesis. I'm very proud of this because try to get that many children into a master thesis study design. So she did very, very well. It was actually one school that had 19 classes, and they were either assigned the whole class, one class was assigned to a game, or the control group. So the whole class either played a game or did not play a game. Yeah, pretty standard average age for a secondary Dutch school. The game we chose was Interland, and we actually played the Reality River. Anyone here familiar with that? Okay, one. At least, so correct me if I'm wrong. But actually, this game, Interland, has a couple of different game sessions. For in-game sessions, we chose Reality River, that is really focused about privacy and data security in the internet. So each session is played around 15 minutes approximately. And you can see for one study design to play a game and then ask a couple of questions, we just chose one of these game sessions to conduct this study. Yeah, you see here a little bit an overview about who was included in which of the groups.
Yeah, these were the two actually the real knowledge questions. We only had two knowledge questions because in 15 minutes you cannot teach that much. So this is also a little bit of a limitation of this study. But anyway, we asked about if they understood what phishing is. I found this very interesting because afterwards we asked, what did you actually think what phishing is? And the most common mistake was catfish, because they're familiar with the wording catfish, but they actually don't know what it is. So when if they didn't know, they really mix it up with phishing and catfishing. And the other one you see also from the percentage how much they knew or didn't know, that was also a little bit different here. So what you can see, actually the real difference between the game and the control group was about phishing. So they finally understood the difference between phishing and catfishing. But when it came to the safety of websites, we did not find a significant difference after playing a game or not playing the game. So these two knowledge questions asked in multiple choice format, we only found it for one and not for all. What we see here already is that it depends a little bit on what you want to teach. What we couldn't do in this study is ask for baseline knowledge. So you should, and we heard this also in the first keynote, that we need to take into account what these kids already know, right? We couldn't do this in this study, but this result clearly shows that we need to figure out what the kids know. And this, of course, varies very much because it depends on how much you got from your parents or learned before in your life. It's not so much the educational level, but it's more like what did you get from outside? What we also did is looked a little bit in the self-perceived digital literacy and again in these two knowledge questions and how what they felt or experienced during the game impacted this. So we actually asked them a couple of questions. That's the typical questionnaire style, Likert scale. So you ask about how autonomous did you feel while playing the game from 1 to 7 in easier words. And what we found here for autonomy, this is really about I knew what I was doing, and competences, I felt competence, and that really helped me. So it's quite related, but still a little bit different. Then we also took the game score into account and how much they enjoyed playing the game. And what you see here for self-perceived digital literacy, only autonomy was really impacting this. The rest wasn't. So game score didn't count, game enjoyment didn't count, and game competence didn't count. I found it very interesting that not even game score, what they saw themselves after the game, had impact on how they felt about their own digital literacy. But autonomy did what makes kind of sense, because if you know what you're doing, you also feel confident about it. For this phishing question, we found the game score and also for the safe website. What is really the most important thing here is that the self-perceived digital literacy is not the same as the real digital literacy. This is something to keep in mind. And you probably know who has kids, they think they can, but they can't. So that's basically what we found here as well. So we need to also take this into account, not to break their self-esteem, but also to see, okay, maybe you don't know as much as you think you do, but we can tell you and help you to get over it. Still, it's also important to have a good game, to feel autonomous what you're doing, so also to have the self-esteem to know what you do. Takeaway messages here. Like I said, existing knowledge is really important to create a game and also to implement a game in the classroom. And you need to also take into account that you might have quite diverse knowledge skills before, different than in other school topics. Game experience is not really linked to the gained knowledge, but to experienced knowledge. By the way, we find this very, very often. Game experience does not, so gamification or anything that is enjoyable does not mean you learn more. Unfortunately, but at least it is about the experience knowledge that we feel better about it. The knowledge test should be conducted twice before and after. Then you see really the difference going also from student to student. We did not do this. We only asked afterwards. And really important to take into account that the perceived knowledge is not the same as the real knowledge. Yeah, what should be done in the future, what we couldn't do is to compare this not only game and control, but also to the classical teaching, maybe also add one group, what we learned from other research with media included in the classroom, that it should be a mix.
It started, this research started with the Sesame Street. We know that when you engage with children after having media content, then this is where the knowledge really is gained the most. And the educational goals need to be implemented and really tested on the students. So you need to know what you need to teach and then also really adapt the level and have maybe more than two questions asked afterwards to also make it a little bit more reliable. That was it from my side. Thank you very much. Over deze mooie inzichten. We lopen een beetje uit in het programma. Dat is op zich niet erg. Ik heb al even gekeken hoe we dat gaan oplossen. Maar er waren wat mooie vragen vanuit de onderzoekers die jullie hebben, denk ik ook. Hè, naar aanleiding van jullie onderzoek om mee te geven. En straks komen een aantal daarvan ook terug bij de vragenronde. Maar ik wilde even nog de tijd nemen om te kijken, is er iemand die echt een specifieke vraag heeft over het onderzoek zelf? Dan kunnen we die nu meteen stellen. De onduidelijkheden of een dringende vraag. Ja. Ja, op een gegeven moment gaat het over realisme, dat belangrijk is. En ik was benieuwd over de realisme, want er wordt al iets over simulatie genoemd. Daarna gaat het over identificatie met een karakter. Als we het over realisme hebben, gaat het dan over een accuraat model van de realiteit? Of gaat het over de visuele identiteit? Dat dat zeg maar een realistisch karakter heeft? Dankjewel. We gaan verder met de laatste spreker van vandaag. Dat is Evert Hogendoorn. Willem-Jan Renger die kon er helaas niet bij zijn vandaag. Evert is onderwijs- en gameontwerper. En hij zal ons meer vertellen over de waarde van ludodidactiek. Om van kennis en bewustzijn te gaan naar gedragsverandering. Kijk, je legt de lat meteen hoog. ik ga snel beginnen, ludodidactiek. Even over ludodidactiek is misschien even inleiden. Ludodidactiek is een manier om naar onderwijsontwerp te kijken met de bril en de toolkit van een game designer. En daarbij valt het voor een deel binnen gamification. We hebben expres een andere term gekozen, omdat de term gamification ook, zeker in de tijd dat wij ermee begonnen, 20 jaar geleden, heel erg gekaapt werd door allerlei marketing consultants. En daar voelden we ons niet helemaal senang. En het onderscheidt zich ook om, als je ontwerpt als een game designer, wil het helemaal niet zeggen dat je iets maakt wat voelt als een game. Dus sommige toetsen die wij ontwikkelen, voelen gewoon een toets. Maar ze zijn ontworpen zoals een game designer dat zou doen, met de feedback loops, met de doelen, met de leercurve. Al die dingen die een game designer zich vanzelf tot zijn eigen toolkit maakt, gebruiken wij om goed onderwijs te maken. Dat is eigenlijk ons doel. En soms maken we ook nog gewoon spelletjes. Ik ben game designer. Ik was ooit iets anders, maar ik ben nu game designer en onderwijsontwerper. En als wij games maken, dan maken wij designers. En er zitten een aantal ontwerpers hier in de zaal, volgens mij. Even handje omhoog, dan weet ik of ik mag liegen of niet. Nee, ik kan niet liegen. Dan maken we ervaringen. Dus als we iets maken om van te leren, dan beginnen we wel met wat je moet leren. Maar het eerste wat we vervolgens doen is, hoe moet dat dan voelen? Wat willen we dat ze meemaken, die spelers van ons? Niet hoeveel woordjes zijn dat dan,
die ze moeten leren. Of wat, dus niet het traditionele onderwijsontwerp, maar dat game design. Nou, dit is een ervaring van iemand die heel hard aan het leren is. Ze leert op dit moment, dit is een medisch specialist in opleiding. En zij leert hoe ze een patiënt moet stabiliseren op de spoedeisende hulp. Het gaat op dit moment niet supergoed. Maar we zien wel dat ze echt bezig is. Dit is niet de onderuitgezakte leerling achter in de klas. Dit is wat we maken. Nou, hoe doen we dat dan? Even heel simpel, ik heb heel weinig tijd, dus normaal doen we hier wat langer over. We hebben een heel simpel modelletje, Mechanics, Dynamics, Aesthetics. De mechanics zijn de tandwieltjes en de schroefjes en uit een ouderwets horloge. Dat is wat we kunnen maken. Dat kunnen we vasthouden, we kunnen het uit elkaar slopen, in elkaar zetten. We kunnen denken, we doen een groter tandwieltje, dan gaan er dingen wat sneller of een sterker veertje. Maar dat zijn wel dode elementjes. Daar kunnen we niet superveel nog aan ervaring in ontdekken. Als we dat goed in elkaar zetten, stel dat we horlogemaker zijn, dan krijgen we een klok, dan krijgen we tijd. Een klok loopt, kan bewegen. Dat is in ons geval het moment dat je eindgebruiker, je speler of je leerling ermee aan de slag gaat. Dan krijg je een dynamiek, dat is gedrag en beweging. Dat kunnen we manipuleren door die mechanics aan te passen. Als die beweging goed werkt, dan krijg je op een gegeven moment het gevoel, oh nee, ik ben te laat. Dat gevoel, daar doen we het voor. Of ik heb nog alle tijd, ik draai me nog even om. Kan allemaal. Dus die aesthetics zijn we aan het ontwerpen, maar we hebben een, wat we dan noemen een second order design problem. Het enige wat we kunnen doen is dit. Dat is ons probleem. Dus als ik dit in een voorbeeld giet, dit zijn mechanics. Er zijn strepen op de weg. En dit is een speciale weg met een Olympische connotatie. Er is een start, er is een finish, er is een pistool, er is een klok. Er is allemaal mechanics. Nou, welk gedrag krijgen we dan? Dit gedrag. Gaan we allemaal heel hard dezelfde kant op rennen en als er een hekje staat, springen we eroverheen. En dan krijgen we uiteindelijk de aesthetic van ik heb gewonnen en ik ben de beste van de wereld. Of, nou, ik ben dan tweede achter de beste van de wereld. Dat is ook best goed. Of ik ben weer laatste. Het zal wel nooit weer wat worden. Allemaal aesthetics, allemaal ervaring. Zo werkt dit model. Dus we hebben dit model. En dit is eigenlijk uit de entertainment game industrie komt dit. Maar als we kijken naar waar wij nu mee bezig zijn. We hebben ontwerpelementen. We hebben leerling- en docentgedrag. Wat daaruit voortkomt. En daaruit komt die leerlingervaring voort. Nou, als je naar een gewone middelbare school gaat. En je loopt even rond. En je vraagt alle leerlingen om met een grote kwast. In grote letters boven elke deur van het lokaal. Op te schrijven hoe die ervaring eruit ziet. Hoe voelt het hier? Wat denk je dat ze opschrijven? Saai. Daar gaat iets mis. Ook bij mediawijsheidlessen, die zijn wel leuker dan scheikunde. Nou, dit is makkelijk gezegd. Dit proberen we heel hard. En daar hebben we dan een hele grote toolbox. Ik licht er even eentje uit. Ik vond het heel leuk om net het wetenschappelijk bewijs hiervan te zien. We geven mensen een helder doel. Let op, dat is geen leerdoel, dat is een speldoel. Dat leidt naar die ervaring. Wat gaan we hier doen? We gaan, weet ik veel, een prinses redden of de wereld. Of, het hoeft dus geen simpel doel te zijn. Red de wereld, best complex. Als ik maar het helder meteen kan onthouden. Dan mag ik een eigen strategie kiezen. Hoe ga ik dit doen? Met wie ga ik dit doen? Doe ik het alleen of met iemand naast mij? Daar krijg ik autonomie van, dat hebben we net gezien, dat voelt goed. Dan heb ik een betekenisvolle handeling. Het maakt me wat uit wat ik aan het doen ben. Ik probeer iets uit. En als ik een deur open trek, is dat omdat ik wil weten wat daarachter zit. Niet omdat er ergens staat, trek de deur open. Die handeling heeft betekenis. En dan krijg ik meteen feedback. En dat is meestal niet, hoera, je hebt het goed gedaan of fout. Het is, je was bij A, je bent gaan lopen, je bent nu bij B. En dan kan ik zelf bedenken of dat goed is. Wilde ik bij B zijn? Nee, ik wilde eigenlijk naar C. Nou, moet ik het opnieuw proberen. Of beter proberen of iets anders doen. Dus ik krijg wel meteen te horen wat het effect is wat ik gedaan heb. Dus ik kan gaan experimenteren. Het fijne van games is dat ik ook daadwerkelijk mag experimenteren. Ik heb altijd een herstelbaar verlies. Dus als het niet is wat ik wilde, kan ik terug en het opnieuw proberen. Een nieuwe strategie verzinnen. Of dezelfde strategie, maar dan beter uitvoeren. Allemaal mijn keuze. Nou, en daar ga ik mee spelen. En dan merk je ook, iedereen die hier Angry Birds wel eens gespeeld heeft, die gaat op een gegeven moment toch die 3 sterren overal proberen te krijgen. Sommigen gaan meteen door als je 1 ster hebt, sommigen trekken het niet om door te gaan, willen altijd 3 sterren voordat ze zichzelf toestaan om dat te doen. Maar dat is dat herstelbaar verlies.
dat ik meteen feedback krijg. Oh, nu kan ik door, ga ik door? Nou, dan ga ik even door. Maar uiteindelijk ga ik hiermee. Ik mag, dus ik ga toch proberen om het beter te doen. Dit is één van die dingetjes die we gebruiken om die aesthetics uiteindelijk daar te krijgen waar ik ze hebben wil. Want als ik een game maak, dan maak ik wat wij noemen als een little game. We maken altijd het spelletje. En soms is het een heel groot, heel duur spel, maar dat is één wereldje. Dat is een apart afgesloten wereldje. Die maak ik veilig, die maak ik compleet. Het fijne van een game is ook, als jij de wereld gaat redden, dan beloof ik als ontwerper dat dat kan. Als ik in het echte leven de wereld ga redden, is er niemand die mij kan garanderen dat ik daartoe in staat ben. In een game wel. Dus daarom is het een aantrekkelijk voorstel. Dus in die game kan ik dat doen en dan kan ik dus die autonomie opzoeken en dan kan ik naar die ervaring opzoeken en weet ik wat allemaal. En daar kan ik heel veel van leren. Onder andere wat ik hier leer is steeds mijn gedrag aanpassen, net zolang tot het oplevert wat ik wil. Dus dat gedrag in die game wordt behoorlijk effectief, daar leer ik een hoop van. Het lastige is dat mensen in het algemeen, en hoe jonger hoe erger dat is, heel slecht zijn in iets hier leren en dan bedenken dat het hier ook handig is. Dus mijn gedrag, wat ik leer, blijft in die game. De meeste games leren mij hoe ik beter word in die game. Dus ik heb twee zoons die vrij fanatiek FIFA spelen. Dat is tot ergernis van bijna iedereen in de hele straat, kan ik je vertellen. Eén daarvan kan redelijk voetballen, de ander echt niet. En dat helpt FIFA niet aan. Hij weet wel hoe duur elke speler is die ooit op de markt geweest is, maar dat gedrag blijft in die game. We willen dat het naar de echte wereld gaat die daaromheen zit. Want daar hebben we ook ervaringen. Het enige lastige is, dit geldt hier ook, alleen dit is niet ontworpen door een game designer, maar door een heleboel andere mensen. En dat is dus niet zo goed in elkaar gezet. Dus we krijgen niet zulke goede feedback. Niemand kan ons beloven dat het ook daadwerkelijk kan wat we willen. Allemaal dat soort dingen. Het is veel ingewikkelder. Dus we willen die transfer. Nou, we hebben al een aantal keren gezien, dat gesprek daarna is vaak heel belangrijk. Maar dat moet je eigenlijk als game designer mee ontwerpen. En niet alleen een lesbrief, echt mee ontwerpen. En soms moet je dan een soort interventie doen op deze wereld. Je kan je voorstellen, want uiteindelijk, dit noemen we dan de big game, als je die transfer mee ontwerpt. En daaruit komt het effect daarvan is het gedrag in die echte wereld. Dus te proberen in een situatie voor te stellen dat we een game maken hier over dat je heel zuinig moet zijn op je persoonlijke gegevens, op je privacy en dat soort dingen. Daar zijn we hier voor. En stel nou dat je op een middelbare school ziet die alles wat je fout doet meteen publiceert naar je ouders. Magister heet die game. Hoe ingewikkeld wordt die transfer dan? Heel. Want je gedrag, je goede gedrag, wat je hier geleerd had in die echte wereld, wordt nooit effectief. Dus je moet soms ook vragen stellen over dat soort dingen. En dat maakt het waar we hier voor bij elkaar zijn extreem ingewikkeld. Heel veel sterkte daarmee. Ik zie jullie bijna.